De opname loopt. Goedenavond allemaal, welkom op deze webinar van SkyWorld Community over het transport van Unitsky String Technologies. Ik zal me even kort voorstellen, mijn naam is Ulf Kerjic. Ik ben officiële spreker voor SkyWorld Community voor Nederland. Ik ben lid van het communicatieteam en ik ben een gebruiker van de applicatie AdvaHunter. Hiermee kun je visualisaties creëren van SkyWorld Community of Unitsky String Technologies, En daarover, zal ik wat later in deze presentatie iets meer laten zien. Het milieu. Op dit moment is het milieu een hot item. Er zijn redelijk wat goede initiatieven om het klimaat wat terug te dringen. De opwarming van de aarde te laten nemen en op die manier de aarde een beetje rustig geven, zodat het een beetje terug kan komen in hoe het oorspronkelijk was. Wij mensen zijn soms volhardend en ja goed, op een gegeven moment kom je op een punt dat de aarde zegt tot hier en niet verder. Het is een probleem wat eigenlijk is ontstaan door de ontwikkeling van de industrie. En met de ontwikkeling van de industrie is ook de opwarming van de aarde hand in hand samen verder gegaan. Op dit moment is het zo dat er een aantal goede initiatieven zijn, maar eigenlijk zijn geen van alle initiatieven baanbrekend om het huidige probleem goed te kunnen oplossen. In 1978 is Anatoly Unitsky begonnen met zijn idee. En rond die periode had hij een idee hoe de aarde misschien er een stukje beter uit zou kunnen zien door middel van transport op een tweede niveau. Wat dat is, zal ik zo ook aangeven. Maar op deze foto zie je eigenlijk Anatoly Unitsky in zijn jonge jaren. En je ziet eigenlijk al het idee wat hij voor ogen zag in de vorm van een vrachtwagen letterlijk op een rails rijdend. Wie is Anatoly Unitsky? Anatoly Unitsky is een uitvinder, heeft meer dan 200 uitvindingen op zijn naam, heeft een behoorlijk aantal samenwerkingen op dit moment en heeft daarvoor ook een aantal onderscheidingen gekregen. En dit is eigenlijk een hele korte greep uit wat Anatoly Unitsky heeft weten te bereiken. Zoals jullie hier op de foto rechts kunnen zien, zie je eigenlijk het idee van Anatoly Unitsky in 3D. Een paal met die hoog in de lucht, of tenminste een langwerpige paal met transportlijnen die horizontaal van paal naar paal worden verbonden. Zo is het idee ooit begonnen en inmiddels is het idee uitgegroeid tot een concept van wereldformaat. Dit zijn een aantal modellen uit 3D-tekeningen en een aantal originele modellen. Zoals ik al net aangaf, 3D-tekeningen die zullen misschien in de nabije toekomst nog komen. En de originele modellen die zijn er al. En zoals je op de foto kunt zien, de tweede foto van linksboven, daarop zie je de Unibike en de Unibus. Deze foto is genomen op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Wat zou Unitsky String Technologies kunnen betekenen? Kort samengevat, de techniek van Unitsky String Technologies is ecologisch verantwoord, CO2 neutraal. En het is in staat om meer ruimte terug te geven aan mens en natuur. Er zijn in het verleden al heel wat pogingen gedaan om transport op het tweede niveau te krijgen. Een aantal pogingen zijn ook daadwerkelijk gelukt. In Duitsland zijn er een aantal trajecten van een monorail. En die foto's komen zo meteen. Maar je ziet eigenlijk al dat het probleem ik kom even niet uit mijn woorden, excuus, maar dit is een probleem wat niet van gisteren is. De mens is natuurlijk verhardend en wij vragen behoorlijk wat van onze aarde. Doordat we zoveel vragen, zijn er ook van tijd tot tijd grote milieurampen die plaatsvinden. Met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld olietankers die olie verliezen, waardoor de flora en fauna dermate wordt aangetast.
dat de beestjes die daar in hun leefgebied moeten leven van de natuur het ook niet meer redden en uiteindelijk overlijden. Dat is een korte samenvatting. Daarbij stoten we natuurlijk, zijn de fabrieken die gigantisch veel uitstoten. Hier in Europa doen we er alles aan om dat een beetje beter voor elkaar te krijgen. Maar als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld India, in dat land zijn ze eigenlijk nauwelijks bezig met het verbeteren van het leefklimaat. En hebben ze regelmatig met grote smogperiodes te maken. Hier zie je een aantal afbeeldingen, waaronder een afbeelding van een monorail. Je ziet dan eigenlijk al dat transport ook op het tweede niveau, zich op het tweede niveau bevindt. En je ziet op de foto rechtsboven een weg die niet meer wordt gebruikt en dat de natuur langzamerhand die weg terugneemt door het middel van het zand wat je erop ziet liggen. Vaak wordt Unitsky String Technologies verward met een kabelbaan of een monorail. Het is geen van beide. Een kabelbaan maakt eigenlijk gebruik van motoren die op het voorpunt en op het eindpunt vaak staan. En die op die manier de zorg voor dragen dat de gondel of de wagon wordt getrokken. Dit is een foto van er zijn een aantal foto's van Unitsky String Technologies. Deze foto's zijn genomen op het Ecotechnopark. Het grote verschil met een kabelbaan en Unitsky String Technologies is dat Unitsky String Technologies beschikt over een eigen motor die in staat is om zelf energie op te wekken en dat kan die afstaan voor eigen gebruik of voor het gebruik voor mensen die dat op dat moment nodig hebben in een station. Dit is een doorsnede van ons aardoppervlak. En wat je op deze foto, dit plaatje ziet, is een doorsnede van de aarde. Daarin zie je eigenlijk dat die totaal niet egaal is. Op het moment dat je als voorbeeld een spoorconstructie wil maken, zul je eerst de boel volledig moeten egaliseren. Dat zie je op foto 2. En wat je daar ook op ziet gebeuren, is dat de beesten of de dieren die soms onder het aardoppervlak leven of toevallig in de dalen leven, dat die eigenlijk geen leefruimte meer hebben en plaats moeten maken voor hetgeen wat ze willen bouwen. Daar komt dan vaak nog een fundering onder. Die zien wij niet, maar die is altijd groter dan dat we denken. En op het middelste plaatje zie je uiteindelijk een spoorconstructie die daarop ligt. Vaak is de fundering twee keer zo groot als dat het daadwerkelijk nodig is om iets op te bouwen. Als je kijkt naar Unitsky String Technologies, die maakt eigenlijk gebruik van heel weinig aardoppervlak, omdat zij palen in de grond creëren en tussen die palen spannen zij kabels. Die pilaren die je daar ziet, dat zijn in het Engels heet dat intermediate supports, die kunnen op verschillende afstanden van elkaar worden gecreëerd. Wat ze doen is eerst die intermediate supports in de grond plaatsen. Vervolgens plaatsen zij daar een kabel tussen. En ik moet eigenlijk zeggen, de letterlijke vertaling is stringrail. En op het moment dat die stringrail gespannen is, dan halen zij de buitenste kabels die je op de onderste foto ziet, die halen zij weg. En die worden verbonden met een anchor support. En een anchor support is eigenlijk een station of een ander punt waar mensen op of af kunnen stappen. Hier zie je ook nog een plaatje met een spanwijdte die het zou kunnen overbruggen. Om een klein voorbeeldje te geven. Op dit moment in de Verenigde Arabische Emiraten op het testpark in Sharjah wordt de 2,5 kilometer lijn gebouwd met spanwijdtes tussen de palen van 288 meter. Op de foto linksonder zien jullie een stukje van de techniek van binnen. Dat is het ontsporingssysteem die is gecreëerd. Deze modules kunnen niet ontsporen. Vervolgens zie je op de foto rechts een doorsnede van de stringrail en daar zie je eigenlijk
hoe dat er van binnen enigszins uitziet. Er zit een groot aantal informatica-kabels in, of datakabels. Vervolgens kabels om de energie goed te geleiden, die vrijkomt met de modules die er overheen rijden. Dit zijn nog een aantal plaatjes van modules die heel snel achter elkaar kunnen rijden. In feite kunnen ze op 2 seconden van elkaar rijden en kunnen ze automatisch communiceren met elkaar. Als je dat vergelijkt met een huidige trein, daarvoor is altijd een machinist nodig. En die machinist moet eigenlijk ten alle tijde kunnen ingrijpen. Als die niet kan ingrijpen, dan pakt de automatische treinbesturing het over en die brengt eigenlijk altijd de trein tot stilstand. Dit is een plaatje van een doorsnede van een gebouw. Naast een hele hoop string en rail lijnen die Uniski String Technologies gaat bouwen, zijn ze achter de schermen ook bezig met de ontwikkeling van lineaire cities. Lineaire cities wil eigenlijk zeggen dat het grote wolkenkrabbers zijn, verticale wolkenkrabbers, waar mensen wonen, werken, recreëren en eigenlijk 24 uur per dag kunnen leven. En het gebouw niet uit te hoeven. Uniski String Technologies wil die gebouwen met elkaar verbinden door middel van de stringrail te gebruiken, waardoor mensen van A naar B kunnen reizen op een efficiënte, snellere manier. De foto rechtsonder, dat is een foto van de drone. Deze is gepresenteerd op het Ecofest van 2018 in Wit-Rusland. Inmiddels zijn de testen van deze drone in volle gang en kan deze drone al meer dan 650 kilo tillen. Dit is een 3D-foto van een brug. En daarnaast zie je een constructie van Uniski String Technologies, hoe dat er eventueel uit zou kunnen zien. En wat opvalt is dat het eigenlijk veel minder ruimte in beslag neemt en dat de Uniski String Technologies stringrail eigenlijk hoger bevindt dan de huidige brug, waardoor eigenlijk schepen die hoger zijn er met zonneproblemen onderdoor kunnen. Dit zijn wat afbeeldingen van de stringrail. De bovenste foto zie je een stringrail zoals die ook wordt getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. De tweede is ook een stringrail die wordt getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Dat is een duorail, daar kunnen zowel boven als onderlangs modules overheen rijden. En de onderste is de Flexible String Rail. Deze wordt ook getest in Wit-Rusland en op het moment wordt die ook getest in de Verenigde Arabische Emiraten op het testpark in Sharjah. Dan zie je nog een echte foto van de doorsnede van een stringrail. De energie die vrijkomt moet natuurlijk goed worden geleid. Inmiddels zijn er in Wit-Rusland ook verschillende aanpassingen gedaan aan de trek waarop de high-speed unibus nu heel zachtjes kan rijden. En op die manier kunnen ze goed controleren hoe die energie die vrijkomt, hoe die zo goed mogelijk verplaatst kan worden. Dit zijn een aantal afbeeldingen van de aerodynamica van een auto en de aerodynamica van de high-speed unibus. En ik moet eigenlijk zeggen de Uniflash, want inmiddels heeft de high-speed unibus zijn nieuwe naam gekregen. Daar kom ik zo op terug. Maar je ziet eigenlijk op het moment dat er een auto zich verplaatst, zie je dat de wind achter de auto eigenlijk alles doet behalve in een goede lijn terugkomt. Dat heeft te maken met dat de auto van achteren niet heel erg aerodynamisch is en dat er een grote luchtcirculatie ontstaat. En mocht je daar zelf bij wijze van spreken achter rijden, en je kunt dat vergelijken met Formule 1 auto's, die zijn niet in staat op dit moment om heel lang achter hun voorligger te rijden. Omdat ze eigenlijk dan constant te maken hebben met vuile lucht, waardoor de snelheid die hun hebben wordt afgeremd. Als je kijkt naar de aerodynamica van de Uniflash, dan zie je eigenlijk dat hij voor en achter gelijk in een gelijk punt terugkomt. Dit betekent dat de luchtcirculatie die
het model met zich mee, of deze module met zich meebrengt, ook weer tot een nulpunt wordt gereduceerd, waardoor de eerstvolgende Uniflash die er achteraan zou rijden geen hinder ondervindt van zijn voorganger. Dit is de Uniflash, ik moet deze nog aanpassen in de presentatie. Dit model heeft onlangs een nieuwe naam gekregen. Voorheen was het Highspeed Unibus U4362 en dat is op dit moment de Uniflash U4362. Deze module is in staat om 6 personen per keer van A naar B te verplaatsen op een snelheid van 500 km per uur. Dan zie je naast de Uniflash nog een foto van een normale Unibus. En deze kan iets meer personen vervoeren op een maximale snelheid van 150 km per uur. Dit is Anatoly Yunitsky met een belangrijk papier in zijn handen. Zoals ik net al aangaf, hij is een uitvinder. Hij is al vrij lang bezig met dit project. Of met zijn project. We noemden het voorheen altijd Skyway. Maar inmiddels moet ik zeggen Yunitsky String Technologies. Dit is hij aan het creëren. En op deze foto zie je eigenlijk het boek dat hij heeft geschreven. Het schijnt een vrij interessant boek te zijn. Mijn Russisch is helaas nog niet zo goed dat ik dat boek kan lezen. Maar dit zijn eigenlijk een aantal stukjes uit zijn boek wat hij heeft geschreven. Dit zijn een aantal certificaten en patenten die het bedrijf heeft. Op het moment dat Yunitsky String Technologies iets ontwikkelt, en je kunt als voorbeeld nemen de Unicar, dan moet dat compleet gecertificeerd worden en patenten worden aangevraagd. Gebeurt dat niet, dan hebben andere mensen de mogelijkheid om zijn idee compleet na te maken en op die manier misschien toch een aanpassing te doen die net niet even goed zou zijn als dat Yunitsky dat zelf wel kan doen. Daarnaast heeft het bedrijf ook verschillende certificaten. Een van de belangrijkste certificaten is een certificaat van de ISO. Dat is de ISO, als ik het goed zeg, 14009. Mocht het verkeerd zijn, dan zal ik dat eerst volgende webinar even corrigeren. Maar dit is een heel belangrijk certificaat. Je kunt vergelijken dat bijvoorbeeld een van de telecomaanbieders van Nederland, KPN, heeft datzelfde certificaat. Dan is er ook nog een certificaat en daar staat een vinkje in. Dat is afgegeven door de Europese Unie. Dus de Europese Unie is wel degelijk op de hoogte van Yunitsky String Technologies. Dit zijn een aantal ideeën van Anatoly Yunitsky. Een hele hoop informatie is terug te vinden op het internet. Ook op zijn persoonlijke site. Aan het einde van deze webinar zal ik daar nog even op terugkomen. Maar je ziet eigenlijk hier een aantal plaatjes. Waarop een aantal, het eerste Yunitsky String Technologies, dat is de bovenste. Nou, daar is hij druk mee bezig. Dan is hij ook nog bezig met Spaceway en nog een aantal andere projecten. Daar kom ik misschien op een ander moment in de volgende webinar even op terug. Voor nu is het belangrijk om de focus te houden op Yunitsky String Technologies. Dit is de Rolling Stock. De Nederlandse vertaling is de rollende voorraad. Maar goed, dit is eigenlijk het complete gamma wat Yunitsky String Technologies heeft ontworpen. De bovenste is de Uniwind. Dan krijgen we de Unibike. Dan krijgen we de Unicar U4 430T1. Dat staat voor één sectie of één wagon. Daaronder krijgen we de Unicar U4 430T3. Dat zijn 3 wagonnen. Dan krijgen we de Unibus. Daaronder krijgen we de Biril Unibus U4 T20T2. Biril staat voor dat hij gebruik maakt van de dubbele rail. Dus hij hangt eigenlijk aan 2 kanten van de rail aan de constructie. Dan krijgen we de Uniflash. En op de volgende pagina krijgen we de Unicont. We krijgen de Biril Unicar. En we krijgen de Unitrans.
dan staat er ook nog een fotootje onder. Die is genomen op de Ecofest 2019. Geen idee welk type dit is, maar daar gaan we ongetwijfeld meer van horen. En dan is er nog een foto van de Unitrans van boven. Bij deze modellen is nog niet aangegeven de Unilight. Dat is een model dat wordt ingezet voor het eerste commerciële traject naast het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Dit is een vergelijking tussen huidige transportsystemen en Unitsky String Technologies. En eigenlijk zie je op deze afbeelding dat Unitsky String Technologies verreweg het meest voordelig en het meest zuinig is. Dit is nog een keer een foto van die genomen is op het Ecotechnopark van de Unicar U430T1. Deze hangt op dit moment aan de Flexible String Rail in Wit-Rusland. Vaak vragen mensen aan mij van, goh, wat gebeurt er nu als zo'n module pech onderweg krijgt? Wat zijn dan de mogelijkheden? Op het Ecofest 2019 is aan ons gedemonstreerd hoe ze een van de problemen kunnen oplossen. Of tenminste, een van de mogelijkheden om één probleem te kunnen oplossen. Er is eerst een Unicar naar het middelpunt van de stringrail gereden. Die is daar tot stilstand gebracht. Vervolgens is er een Unicar van het tweede Unicar van het station vertrokken. Heeft aangekoppeld aan de eerste Unicar en heeft op die manier hem veilig teruggebracht naar het opstapstation. Dit is eigenlijk slechts één van de vele mogelijkheden die is ontwikkeld, zodat mensen toch op een veilige manier, op een veilige hoogte, op het eerste, beste, veilige punt kunnen komen waar ze op een goede manier de module kunnen verlaten. Dit is ook nog een foto die genomen is en hierop zie je de Uniflash en daaronder zie je de BeReal Unibus. Zoals ik net al aangaf, op deze foto kun je ook zien dat hij volledig gebruik maakt van de complete stringrail. Er zijn twee prioriteiten. Eén is het passagiersvervoer. Daar is Unitsky String Technologies medio 2014 mee begonnen te testen en te certificeren. En inmiddels is daar het vrachtvervoer bijgekomen. De vraag van passagier en vrachtvervoer is in de afgelopen periode enigszins meer naar het vrachtvervoer gegaan. Maar dat is een huidige tendens die op dit moment wereldwijd zo is. Dus Unitsky String Technologies heeft zich daar ook feilloos op aangepast. Betekent het dat het passagiersvervoer nu op een laag pitje staat? Nee, totaal niet. Dat gaat eigenlijk gelijk op met de ontwikkeling van het vrachtvervoer. Alleen heeft de ontwikkeling van het vrachtvervoer op dit moment iets meer prioriteit, omdat ze daar eigenlijk de grootste slagen mee kunnen slaan. Het geluid, dat is ook een belangrijk aspect. En veel mensen zijn ook benieuwd hoeveel geluid produceert nou een module van Unitsky String Technologies als die op zijn snelheid voorbij komt. Dat is heel moeilijk te omschrijven. In de omschrijvingen staan vaak dat ze ongeveer 80 decibel aan geluid produceren. Maar omdat ze toch op een behoorlijk tempo voorbij komen rijden, als voorbeeld 150 km per uur of 500 km per uur voor de Uniflash, is het geluid wat ze produceren eigenlijk nihil. Je hoort ze aankomen en op het moment dat je ze hoort aankomen zijn ze eigenlijk al weer voorbij. Dit is nog een foto van die genomen is op het op de Enke Support op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Hier hebben ze wat aanpassingen gedaan om de energie zo goed mogelijk te geleiden. En ook nog wat geluiddempende aanpassingen. Want vaak, dat kun je bij een trein, heb je dat wel eens op het moment dat je een overgang hebt van de ene spoorconstructie naar de andere spoorconstructie, dan hoor je toch wel een aantal geluiden van koppelstukken die de wielen van de trein passeren. Inmiddels hebben ze op het Ecotechnopark in Wit-Rusland al die koppelstukken zo weten te implementeren dat je eigenlijk geen hinder meer hebt of geen geluidseffect of gevoelseffect op het moment dat bijvoorbeeld de Unibus U4210 een koppelstuk passeert en hem rustig kan nemen. Dit zijn nog een aantal 3D-tekeningen van hoe het er eigenlijk uit zou kunnen zien. Je ziet hier eigenlijk containervervoer over land. Je ziet de Uni
Unitruck, dat is de middelste foto, zie je een beetje over het water gaan, havengebied, en vervolgens zie je passagiersvervoer ook weer over land. Unitsky String Technologies heeft eigenlijk voor iedere mogelijkheid een oplossing. De InnoTrans 2018, daar is de High Speed Unibus destijds, zoals die noemde, is daar tentoongesteld. Inmiddels is het de UniFlash, zoals ik een paar keer heb verteld. Heel veel mensen wisten niet wat ze zagen. De InnoTrans is eigenlijk een grote transportbeurs en daar kunnen fabrikanten hun ontwikkelingen tentoonstellen en de nieuwste modellen ook aan hun klanten laten zien. Unitsky String Technologies is een compleet nieuw systeem. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een trein, als ik nu voor het gemak de Nederlandse spoorwegen zal gebruiken, die hebben onlangs hebben ze treinen besteld, maar dat zijn treinen die eigenlijk al gebruik maken van een bestaand chassis, van een bestaand concept. Het is niet nieuw. Ik zal als voorbeeld ook een naam noemen. We hebben hier in Nederland, daar rijdt het treintype Firm rond. Treintype Firm is medio 19 in de 90 jaren in dienst gekomen. En inmiddels zijn we aanbeland bij de Firm 4. En dat is eigenlijk een opvolger van de Firm 1, 2 en 3. Deze treinen van de NS worden als voorbeeld en even als zijstraat ook om zoveel jaar gereviseerd. Omdat een trein van de NS helaas maar heel lang mee moet gaan. Maar dan nog is dat geen nieuwe uitvinding. Het is een ontwikkeling op een bestaand concept. Als je kijkt naar Unitsky String Technologies, ieder moertje en ieder stukje van het model is compleet zelf ontwikkeld. Mensen wisten eigenlijk niet zo goed wat ze zagen en hebben eigenlijk een en al lof gesproken over wat zij daar hebben gezien en hebben kunnen ervaren. Dit is een foto van het motorwiel. Dit is van de buitenkant. De daadwerkelijke techniek is ook voor ons een heel groot geheim. Maar dat is eigenlijk het best bewaarde stukje techniek en geheim wat we op dit moment kunnen hebben. En dat is alleen maar goed ook, want mocht dit worden vrijgegeven, dan weet ik niet hoe dat er verder is uit zou zien. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat wij alleen de buitenkant kunnen zien. En ik denk dat Unitsky hiermee behoorlijk iets heeft weten te ontwikkelen wat uniek is. Dit is wat informatie over het hoofdkantoor van Unitsky String Technologies in Wit-Rusland. Onlangs hebben zij een nieuw gebouw betreden. Dat zien jullie hier op de foto's. En er zijn op dit moment, denk ik, inmiddels meer dan 1000 man werkzaam voor het bedrijf. Er zijn ingenieurs, werknemers, om het product wat zij willen creëren toch zo goed mogelijk te ontwikkelen, zodat het beste van het beste op de markt kan komen. Dit is een foto van de fabriek. Inmiddels is er een tweede hal bijgebouwd. Dat is een groot wit gebouw. Die staat niet op deze foto. Dit is een iets oudere foto. Maar hier worden eigenlijk op dit moment eigenlijk alle modellen ontwikkeld, in elkaar gezet en getransporteerd. In dit geval ook naar de Emiraten. Dit is een foto van het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Het Ecotechnopark in Wit-Rusland is een voormalig militair terrein, een oude tankbasis. En toen Unitsky String Technologies hiermee begon, was er eigenlijk helemaal niks. Als je kijkt op de foto, dan zie je eigenlijk tot wat het nu is. En dit is ook al een iets oudere foto, want inmiddels komen de lijnen, lijn 7, lijn 6 en 7 gaan erbij komen. En die zullen straks ook op nieuwere foto's goed te zien zijn. Dit zijn nog een aantal foto's van een aantal modules op het Ecotechnopark. Je ziet hier ook weer de Unicar hangen aan de flexible stringrail. En wat opvalt is dat de afstand tussen de twee pilaren gigantisch is. Dat is in dit geval is dat 400 meter. En de afmeting van de pilaar naar het opstapstation is 100 meter. Dan is er nog een foto van de Uniwind. Die is van schuin onderaf genomen. En dat is de foto rechtsboven in de hoek.
Dit is een foto van bijna alle modules, zoals die er nu zijn. Een goede foto om een goede indruk te krijgen. Het testpark in Sharjah. Op dit moment is dat volop in aanbouw. Er verschijnen regelmatig foto's op social media van officiële kanalen, maar ook van investeerders die zelf naar de Emiraten zijn gereisd om te kijken hoe het ervoor staat. Er zijn ook al een aantal gebouwen af. En dit zijn eigenlijk enkel 3D-tekeningen zoals ze ooit zouden willen dat het gebouwd zou worden. Dit is nog een maquette. Zoals ik al aangaf, een aantal modellen, een aantal gebouwen zijn af. Inmiddels staan ook de ankers, de intermediate supports voor de 2x2,5 kilometer lijnen. En de lijn van 400 meter, die is hier ook zichtbaar en die is inmiddels af. Ook het ecohuis is, of ecodome moet ik zeggen, is af en nog een paar kleine gebouwtjes. En inmiddels is ook op foto's al te zien dat twee van de stationen van een van de 2,5 kilometer lijn, dat die al volop in aanbouw zijn. En die zullen binnen niet al te lange tijd ook worden opgeleverd. Dit is nog een foto van de Unicar voor de tropische, voor de tropical version. Deze baan is eigenlijk exact hetzelfde als de flexibel stringrail op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Alleen deze staat in de Emiraten en heeft een iets andere bogenconstructie. Maar de stringrail zelf, het idee is eigenlijk compleet hetzelfde. Dit is een foto, een recente foto van het ecodome. Hierop zie je eigenlijk al hoe groen het is en hoeveel zandvlakte er nog is. Anatoly Yunitsky heeft ook een grondverbeteraar ontwikkeld. En die wordt op dit moment ook in de Emiraten getest, omdat de Emiraten is eigenlijk volledig zand. En hun grond is niet vruchtbaar. De grondverbeteraar die Yunitsky heeft ontwikkeld is iets dat de grond ook in de Emiraten vruchtbaar kan maken. En dat zal daar ook worden getest. Dit zijn nog een aantal foto's van het park in Sharjah. Zoals ik al aangaf, dit zijn echte foto's van een aantal gebouwen die af zijn. De foto linksonder zie je het een van de twee stationen in aanbouw. Dit is een foto van het testen van de modules. Je ziet links op de foto's een container die wordt getest. En op de foto's rechts zie je dat de VIP-versie van de Unicar U430T, tropical versie, dat die ook wordt getest. Toekomst in Dubai. Yunitsky String Technologies maakt nog steeds deel uit van de visie van Dubai 2040. Onlangs is daar een grote happening van geweest, waarin Yunitsky String Technologies kort te zien was in de video die is gepubliceerd. Dit is ook nog een 3D-tekening van de skyline van de Emiraten op de achtergrond. De Emiraten heeft volle belangstelling voor Yunitsky String Technologies. En in de Emiraten is Yunitsky String Technologies ook regelmatig in het nieuws. Waar staat Yunitsky String Technologies nu? Nou, op dit moment zijn ze bezig met de bouw in de Emiraten. Het doorontwikkelen van de modules die ze hebben geproduceerd. En zorgen dat eigenlijk het complete stageplan uiteindelijk op een goede manier kan worden doorlopen. Yunitsky String Technologies heeft ook een aantal samenwerkingen. Een van de samenwerkingen die ik hier heb uitgelicht is met een Belgisch bedrijf Bekaart. Onze Belgische vrienden onder ons, die zullen het bedrijf ongetwijfeld kennen. Dit bedrijf heeft staal geleverd aan Yunitsky String Technologies in de Emiraten. Als je een foto van Google Earth gebruikt, en die zijn er, dan zie je eigenlijk
de rollen die je op deze foto ziet liggen, die zie je eigenlijk ook op die foto weer keurig liggen. Dus ja, dat is eigenlijk fantastisch dat, ja, dat een Belgisch bedrijf zoveel vertrouwen heeft in Unisci String Technologies. Daarnaast zijn er ook nog wat andere bedrijven. Dit is eigenlijk een kleine greep uit de hoeveelheid samenwerkingen die Unisci String Technologies heeft. Dit zijn ook nog een aantal 3D plaatjes met wat tekst. En je ziet hier eigenlijk ook weer, door de transport op het tweede niveau te gebruiken, hou je eigenlijk heel veel ruimte over op de begane grond, waardoor je eigenlijk rustig kunt lopen. En waardoor de dieren hun leefomgeving op een goede manier terug kunnen krijgen. De voordelen, ik heb er net al een aantal genoemd. Meer ruimte voor mens en natuur, CO2-reductie, ecologisch, milieuvriendelijk. Het is eigenlijk een kleine greep die dit bedrijf, uit de vele pluspunten die het bedrijf heeft. Zoals ik net al aangaf, werk ik ook met de applicatie AdvaHunter. AdvaHunter is een applicatie waarmee je door middel van de augmented reality techniek in staat bent om een lijn van Unisci String Technologies in een huidige omgeving te laten zien. Dus wat je op deze foto ziet is de Unica U4430T3. Dat is augmented reality, maar de omgeving op de achtergrond is een realiteit. Dat is een weg in Nijmegen. En daarin heb ik eigenlijk dit transport goed kunnen weergeven. En je ziet eigenlijk hoe weinig ruimte dat in beslag neemt in vergelijking met ons huidige wegsysteem of wegennetwerk. Dit is ook nog een foto in augmented reality van de Unicont met wat informatie over de Unicont. Wat opvalt is dat je ook de Unibike eronder ziet rijden. Binnen niet al te lange tijd zullen wij ook in de Emiraten de Unicont kunnen gaan zien. En onder de Unicont zal er plek zijn voor een andere module, zodat deze foto, wat nu augmented reality is, uiteindelijk straks werkelijkheid gaat worden. Er zijn ook nog een aantal foto's in augmented reality. Augmented reality is eigenlijk het meest krachtige middel om Unisci String Technologies goed aan mensen te kunnen laten zien. Op het moment dat je dit in je telefoon of op je tablet ziet, dan zullen je hersens het signaal krijgen en oppakken van hey, dat bestaat, dat rijdt daar voor mijn ogen. Natuurlijk bestaat het nog niet, maar onze hersenen kennen geen verschil tussen fantasie en werkelijkheid, waardoor je eigenlijk op deze manier de best mogelijke indruk kunt opdoen en op die manier ook dat aan mensen heel goed kunt uitleggen. Ik raad degene aan voor wie deze webinar nieuw is om even contact te zoeken met je upline of met de persoon die jou heeft benaderd voor deze webinar. En hij of zij zal jou goed kunnen begeleiden met alle vragen die je misschien nog zult krijgen. Nou, laten we het kort samenvatten. Dat heb ik net al een beetje gedaan. Unisci String Technologies is eigenlijk, er zijn eigenlijk alleen maar pluspunten. Natuurlijk zullen er mensen hebben die er anders over denken. Dat mag. Er is op dit moment eigenlijk geen innovatieve uitvinding die alles kan behappen waar onze aarde op dit moment een hele grote behoefte aan heeft. Laatste updates. De afgelopen dagen zijn er wat updates naar buiten gekomen. Ik heb er een aantal uitgelicht waarvan ik denk dat deze belangrijk zijn. Unisci String Technologies heeft onlangs aangegeven dat zij bezig zijn met het testen van de 400 meter stringrail of de 400 meter baan in het testpark in Shaya. Dan is er een bericht vanuit Vietnam naar buiten gebracht dat er onlangs een belangrijke overeenkomst is getekend tussen Skyway Group en een bedrijf in Vietnam.
En dit is gedaan door de heren Vladimir Maslov en František Sola. Die zitten op dit moment in Vietnam. En om even een kleine indruk mee te geven wat zij ervoor over hebben moeten hebben om dit te kunnen doen. Ze hebben 28 dagen in quarantaine moeten zitten en zijn op dit moment gigantisch druk aan het werk om alles gedaan te krijgen, omdat zij binnen een paar dagen ook weer terug moeten vliegen naar Europa. Dus het is gigantisch mooi om dit mee te krijgen. Investeren na stage 15. Op dit moment zitten we in stage 14.1. Ook na stage 15 zullen er nog mogelijkheden komen waarin je kunt investeren. Dit zullen mogelijkheden zijn als bijvoorbeeld in gerichte projecten, zoals, of in het Engels targeted projects. Investeren in de technologie zoals we dat nu doen, dat gaat niet meer. Er zullen andere projecten komen waar je op dat moment zelf de keuze in kunt maken of je hierin zou willen investeren. Er zal ongetwijfeld nog meer komen, maar om het simpel te houden en behapbaar te houden, is dit het belangrijkste om even nu mee te nemen. Op 21 juni 2021 zullen wij van stage 14.1 naar stage 14.2 gaan. Hou daar even rekening mee, mocht je nog iets willen overwegen binnen Uniski String Technologies. Maak daar voor jezelf even de juiste keuze in. En hou goed rekening mee dat op de 21ste er een stageverandering zal komen. Deze zal aan het eind van de dag zijn. Ik heb de tijd er niet bij gezet. Maar meestal is dat rond 10 uur Nederlandse tijd. Dat is 12 uur Moskou tijd. Dit zijn nog wat informatielinken. Dit zijn eigenlijk de meest belangrijke linken die je kunt raadplegen. De bovenste is SkyWorld Community. Dit is zowel voor de informatie over het project als je eigen back-office. Dan krijgen we www.unitsky.com. Dit is officiële bedrijfsinformatie met officiële updates die Unitsky String Technologies vrijgeeft. Dan krijgen we www.unitsky.engineer. Dit is de persoonlijke site van Anatoly Unitsky. Naast het product Skyway heeft hij daar ook nog een ander product, Spaceway. Mocht je dat interessant vinden, dan raad ik je zeer zeker aan om daar even rustig een kijkje te nemen. Het is behoorlijk veel leeswerk, maar er is een vertaalknop in het Engels. De onderste site is de Facebook-site. Dit is de Nederlandse groep, Facebook-groep voor alle investeerders die op de hoogte willen blijven van het laatste of Unitsky String Technologies. Uiteraard zijn onze Belgische vrienden van harte welkom. Hoe meer mensen, hoe prettiger dat is. En ik kan alleen maar zeggen, noteer deze websites even. Je kunt googlen, maar dit zijn eigenlijk de meest belangrijke sites om te raadplegen. Dit is nog wat informatie van Nettie Sommers en Earl Kerriage. Laatste ben ik. Mocht je met vragen zitten, schroom niet, laat het ons weten. Wij staan eigenlijk dag en nacht bereikbaar of beschikbaar ter beschikking om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Noteer deze nummers even en wat ik net al aangaf, mocht je vragen hebben, laat het ons even weten. Het kan zijn dat je in het Skyway Unitsky String Technologies project hebt geïnvesteerd en dat je eigenlijk op dit moment geen contact meer hebt met degene die je destijds heeft benaderd. Is niet erg. Ook daar zijn wij voor om je op die manier zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ik wil jullie dan ook heel erg bedanken voor jullie tijd en aandacht. En ik hoop jullie te mogen verwelkomen op de eerstvolgende webinar.